Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150 cc Gold Run. Er zijn weer nieuwe banen uit, Wave 2, twee nieuwe cups. Ik heb er natuurlijk weer heel veel zin in. We gaan vandaag de Turnip Cup doen. Waarin dus New York Minute zit, Mario Circuit 3, Calamari Desert en Waluigi Pinball. En voor die laatste ben ik het meest excited. Ik ben echt benieuwd hoe ze geremake zijn, of het een beetje goed is allemaal. We gaan het zien. Ik nog steeds niet mijn favoriete baan, Waluigi's Colosseum. Maar toch. Ik heb deze baan wel een keer op Tour gespeeld. Dat is wel lang geleden hoor, dat ik Tour heb gespeeld. Dat is volgens mij 1,5 jaar geleden. Maar ik ken de baan op zich wel. En hij is dus ook weer niet elke ronde hetzelfde. Dus dat is weer even goed om te weten. Zo. Ik moet de knopjes weer eventjes even kennen, want de laatste keer dat ik het gespeeld heb was dus toen wij de vorige aflevering hebben opgenomen. Nou, zoals jullie allemaal weten is dat een hele tijd geleden. Maar ik ben het nog niet verleerd. Zo, eerste ronde is voorbij. Kijk, nu gaan we linksaf. Niet zo'n hele bijzondere baan zoals jullie zien. Kijk, Central Park zijn we nu uit. En nu komen we een beetje in het... in het centrum. Maar het is niet... Ik krijg er niet per se heel erg New York feels van ofzo. Oh jee, we zijn ingehaald. Oh, en op de achtergrond horen jullie mijn wasmachine die klaar is. Die moet zich altijd net daarmee bemoeien op het moment dat ik aan het opnemen ben. Dus op zich natuurlijk niet zo heel erg. Weer zo'n extra coin. Oké. Okay. Oh, we moeten rechtdoor. Oeh. Oh joh, waar zijn we nu? Dit kan ik me niet herinneren. Van toen ik Tour speelde. Oké, okay, dit vind ik wel een vet stukje. Auw. Kut, we zijn bijna bij de finish. Nee. Oh, wat kut. Oh, nee, dan word ik ook niet eens tweede. Oh, wat word ik genaaid. Goed. Hoop is nog niet verloren. We hebben nog 3 banen. Maar derde is niet zo'n heel goed begin van deze cup. Maar zolang we maar gold halen, want daar gaat deze serie over. Dat we in 150 de gold cup halen. De Turnip Cup. Mario Circuit 3. Ik vind het zo jammer dat ze dit soort banen remaken, want deze zijn zo saai. Gewoon met een spot die ze voor iets anders hadden kunnen bedenken. Maar ja. Het hoort er nou helemaal bij, dus we doen het gewoon. Zo. Kijk, een lekker speed-upje. Ik snap het ook niet dat ze deze banen echt gaan remaken. Deze baan overigens ook in Mario Kart Tour. Dus ik denk dat ze daarom deze makkelijk hebben gekozen. Dat is wel een grote overeenkomst van al die banen die ze nu uitbrengen. Dat ze ook allemaal in Mario Kart Tour zitten. Of niet allemaal, maar de meeste. In de volgende aflevering doen we natuurlijk de volgende nieuwe cup. En daar zitten een volledig nieuwe baan in. Dus dat is wel vet. Zo. Ja, tot hier ging het de vorige keer ook goed. Nu moeten we afwachten of het zo blijft. Het enige grote voordeel van dit soort banen is wel dat driften en zo, dat is allemaal wel leuk in deze banen. Behalve als het niet goed gaat, zoals hier. Maar we hebben het overleefd. We staan nog vooraan, maar we worden wel echt op de hielen gezeten, zie ik. Dat bedoel ik, krijg je die onzin.
Oké, we zijn wel gewoon een goed eerste geworden, dus dat is wel fijn. We staan nu cumulatief tweede, maar we hebben natuurlijk nog twee banen te gaan. Wat was dit ook alweer voor baan die nu gaat komen? Oh ja, Calamari Desert. Oh, ook een baan die in Tour zit. Oh, gewoon deze cup zit alleen maar banen in die ook in Tour zitten. Bowser, hoe durf je? Hoe durf je de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk en woedend. Inktvisringen, woestijn. Ik ben benieuwd hoe die heet in het Nederland. Inktvisring, woestijn? Oei, joh, er is een fucking ramp. Oh, dat is echt Mario Tour-like. Oh mijn god. Of is dit een Mario Tour niet? Dit kan ik me echt niet herinneren. Dat je over de tracks gaat. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Oh, nou, zo ziet het er toch uit. Oh, lol. Dit is vet. Oké, ik heb niks gezegd. Dit is fucking vet. Dat je gewoon over de... over de rails rijdt. Dat is echt gaaf. Oh, fuck. Ik snap er helemaal niks meer van. Het is vet, maar ik snap er alsnog helemaal niks meer van. Au. Oké, dat gaat niet goed, want hij mag echt geen eerste worden. Jammer. Kut. Oeh, dit wordt heel lastig om nu nog eerste te worden. Om nu de Gold Cup nog te halen. Dan moeten we Waluigi Spinball heel erg goed doen. En buiten dat we hem goed moeten doen, moet Bowser ook nog hem heel slecht doen. Ik hou van deze baan, het is echt een vette baan. Miauw, 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 miauw. Dit vind ik alleen altijd een wat willekeuriger stukje. Daar hou ik nooit van willekeur. Behalve bij Shiny Hunter. Daar hou ik wel van willekeur. Oké, Villager staat tweede. Dat is een goed teken. Net die speed up niet. Dat is jammer. Oké, Dry Bowser staat redelijk achter, dus dit moeten we houden zo. Maar we hebben eigenlijk heel weinig invloed op. Godverdomme kutbeest. Ja, het is een beest. Het is geen human. Het is gewoon een beest. Zij is het animal die gecrossed moet worden. Gaat goed, als het zo blijft, dan heb ik de Golden Cup.
Gaat nog steeds goed, denk ik. Kan moeilijk zien. Ook omdat ik natuurlijk op de weg moet letten. Nee, dat meen je niet. Volgens mij heb ik hem gehaald. Volgens mij is Draaibouw zo slecht geëindigd. Ja, nice. Kabooming! De Golden Cup is weer voor ons. Het is altijd hetzelfde, want wij zijn de Golden Cup bosses. Nice. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering van de Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. Ik zie jullie graag de volgende keer weer bij weer een gloednieuwe Grand Prix. Adios, amigos.